Hallo allemaal, ik ben Iris van Mama Botanica en ik leer jullie graag meer over plantjes. En in deze video wou ik laten zien hoe ik mijn Epipremnum vastmaak aan de muur hier in mijn slaapkamer en je wat ideeën geven van hoe je dat zelf eventueel ook in je huis kan doen. Ultieme jungle gevoel laat ik deze planten hier over de muur klimmen, omdat ik anders geen planten in deze hoek van mijn slaapkamer kwijt kan, want het bed staat er al. Dus ik wou heel graag die planten over de muur laten klimmen. Deze plant was al heel erg lang voordat ik hem aan de muur heb vastgemaakt. Dus hij groeide eerst op bamboestokken waar die helemaal omheen zat gewikkeld. Dus daarom waren die takken, of die stengels waren al super lang voordat ik hem aan de muur vastmaakte. Maar dit kan je natuurlijk ook doen met een plant die nog niet zo lang is. Waar je een beetje op moet letten is dat je de plant hierna natuurlijk niet meer kan verplaatsen. Behalve als je hem helemaal van de muur afhaalt. En deze staat in een pot op een kastje. Dus als ik de kast ooit weg moet halen, dan heb ik een probleem. Dus je kan ook goed zo'n plant op de grond zetten of op een speciaal tafeltje specifiek voor die plant. Zodat je zeker weet dat je hem niet meer hoeft te verplaatsen. Dat is een hele goede tip. Ik wil het kastje vervangen, maar daar wacht ik dus nog even mee. En het is natuurlijk ook belangrijk dat je een plek kiest waar voldoende licht is voor je plant. Hier in mijn slaapkamer is het niet super licht. En zoals je ziet zijn er hier al een paar blaadjes afgevallen. En dat is eigenlijk omdat het net een beetje een donker hoekje is. Er staat hier ook nog wat andere planten voor en daar is pas het raam. Dus daarom dat er hier net iets minder licht is en er wat blad afvalt. Om dat dan weer op te vullen, heb ik weer wat nieuwe planten in die pot gezet. En als die dan wat langer worden, laat ik die ook weer over de muur klimmen. Zodat dat gat weer een beetje dicht gaat. En deze plant hoeft niet per se in de volle zon te staan. Maar wel op een plekje met voldoende indirect licht. Deze plant gaat niet vanuit zichzelf op de muur klimmen. Je moet hem begeleiden, je moet hem ondersteunen. Want hij heeft natuurlijk wel die luchtwortels, maar je muur is eigenlijk vrijwel altijd te glad voor die wortels om zich in vast te grijpen. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat die wortels, die luchtwortels van de plant, de muur stuk maken. Want nou ja, dat kunnen ze gewoon niet. Ze kunnen er geen houvast aan vinden en zullen niet verder groeien. En verder wordt het ook niet heel erg vochtig erachter, omdat die blaadjes natuurlijk niet per se vochtig zijn. Ik sproei hem niet zo heel veel, niet zoveel als dat ik andere planten sproei. Dat ook vanwege de muur, zodat die niet heel nat wordt, want dan kan het misschien wel verkeerd gaan. Maar eigenlijk hoef je je nergens zorgen over te maken. Zolang het niet heel erg dicht begroeid wordt, zal er niks aan de hand zijn. Je kan een plant eigenlijk op verschillende manieren aan je muur vastmaken. En het is een beetje wat je zelf handig vindt, wat je daarin kiest. Ik zit zelf in een huurhuis, maar het is niet heel erg als er gaatjes in de muur komen. Dus ik gebruik het liefste van deze kabelclips. Je kent ze vast wel, die zijn om elektriciteitsdraden vast te maken langs de muur en dat soort dingen. Er zit een spijkertje aan en zo'n plastic boogje. De spijkertjes slaan je natuurlijk de muur in en dat boogje gaat over jouw takje heen. Ik heb twee verschillende maatjes. Volgens mij is deze 9 mm en deze 7 mm. Je mag best wel een grote uitkiezen, want die takken die kunnen natuurlijk wat dikker worden in de verloop van tijd. En je wil niet dat die knel komt te zitten. Maar stel je wil geen gaatjes in de muur maken, dan zijn er ook nog andere oplossingen. Er zijn van deze plastic clips. Die zijn vooral bedoeld om ook weer elektriciteitsdraden vast te houden, maar dan van je opladers, van je telefoon en dergelijke. En daar zit dan zo'n plakstripje bij die je weer van de muur af kan trekken. Het nadeel hiervan wel is dat het echt een stuk duurder is. Ik wil niet eens meer weten hoe duur ze waren. Ik heb ze ook nog niet durven te gebruiken. Dus als je echt een groot project wil doen, ben je vrij veel geld kwijt daarvoor. Daarom gebruik ik liever deze kabelclips. Die echt een stuk goedkoper zijn. Je kan ze gewoon bij een bouwhandel kopen. En dat gaat helemaal goed. Wat je ook nog kan doen is touwtjes gebruiken. Bijvoorbeeld als je wel haakjes in het plafond kan maken, kan je touwtjes gebruiken en daar je plant aan vastknopen.
En maar ik vind het zelf wel echt heel fijn om die kabelclips te gebruiken. Zet je plant gewoon stevig aan de muur vast en kan je hem goed begeleiden zoals je hem zelf wilt. Toen ik deze plant vast ging maken aan de muur, heb ik in eerste instantie alle slierten zeg maar, uit elkaar gehaald. Allemaal uit de knoop gehaald. En op zo'n manier neergelegd dat het logisch was hoe ze uit de pot de muur op gingen. Zodat ze niet allemaal in de knoop zitten. En daarna heb ik ze stuk voor stuk met die klemmetjes in de muur vastgehamerd. Let dus wel even op dat je niet per ongeluk je plant beknelt. Of dat je erop slaat met de hamer. Moet je helemaal niet hebben. Het ligt er een beetje aan hoe strak langs de muur je plant wilt hebben. Maar meestal heb ik iets van 5 tot 6 blaadjes tussen de verschillende clips. Je kan dus van tevoren al bedenken hoe je hem precies wil laten groeien. Wil je juist dat hij één kant op gaat of moet hij gelijkmatig over de muur groeien. Dat zijn allemaal dingen die je heel fijn uit kan denken en zo op de muur kan maken zoals jij dat wilt. En deze die groeit nu dus zo over de muur, maar ik ga hem nu ook over het plafond laten groeien. Zodat het echt een mooie jungle muur wordt. Onderhoud wat je hier nu nog aan hebt, zijn eigenlijk 2 dingen. Nou ja, naast natuurlijk het verzorgen van je plant, water geven, dat soort dingen moet je natuurlijk blijven doen. Verpotten wordt wat lastig, dus kies al een mooie grote pot uit voor je planten. Al hoeven de epipremnums niet heel erg groot te staan. Ze kunnen best wel een beetje in een krappe pot staan, maar zorg wel voor voldoende potgrond en voldoende ruimte. Maar verder moet je natuurlijk, hij gaat groeien, zo nu en dan weer opnieuw vastmaken. Ik denk dat ik het 1 keer in de 3 maanden doe. Dat ik eventjes mijn hamer pak en nog wat clipjes pak en dan de plant weer opnieuw vastmaak. Zodat ze goed ondersteund wordt. En verder komt er natuurlijk ook stof op je plant. En andere planten zet ik wel eens onder de douche om helemaal schoon te maken. Dat is bij deze ietsje lastiger. Dus daarom ga ik wel eens met een doekje langs de verschillende blaadjes om op die manier schoon te maken. Zorg er ook voor dat de plant beter blijft groeien en er mooier uit blijft zien. En mijn plant die groeit nu dus vooral over de muur, maar het wordt ook tijd dat ze eens een keer over het plafond gaat groeien. En ik heb dus nog nieuwe plantjes in die pot gezet die het ook nog weer verder gaan opvullen, waardoor dit een nog vollere muur wordt. En als je nog meer wilt leren over de verzorging van plantjes, dan kan je me volgen op YouTube of Facebook voor meer video's. Of op Instagram voor foto's van de planten hier bij mij thuis. En dit was het voor deze keer. Ik zie jullie graag bij de volgende video weer.